Nou, we zijn hier een Humboldt-clinic aan het geven voor het Walburg College. Dat is de brugklas. Dat is een van de dingen die we met de Isenia Basic Clinics doen. Veel clinics geven op scholen en basisscholen en voortgezet onderwijs scholen. Dat kan uiteraard ook voor volwassenen. En veel voor verenigingen en voor bedrijven, bedrijfsuitjes en al dat soort dingen. En veel speciaal onderwijs en uiteraard ook voor sportklassen die dan wat mooi voor de verdieping kunnen krijgen. In principe is het een zomersport en wordt inderdaad wel buiten gespeeld. Maar in de winterperiode kan je uitstekend clinics geven in de zalen, zoals je ziet, in een kleine zaal. En dat gaat hartstikke leuk. Het is weer wat anders dan voetbal of die andere standaard sporten, zoals trefbal bijvoorbeeld. Slagbal en softbal doen ze natuurlijk al veel op scholen, volgens het onderwijsscholen. Maar dit brengt toch weer wat verdieping en honkbal is toch weer bovenhands en spannend en nieuw. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de ontwikkeling, voor de kinderen. De kinderen die zijn altijd dol enthousiast en die gaan meestal gillend de zaal uit, dus die vinden het superleuk. Je merkt ook dat het dan weer wat anders is en dat ze dat dan erg spannend vinden. Daar krijg je heel veel goede reacties op van de kids, maar ook van de docenten. Goed, dat is een goede zaak, denk ik.